Hey, goedemorgen. Goedemorgen Lars. Hoi. Zijn we weer. Nieuwe video. Ja, weer een nieuwe video. We pompen ze er maar uit. Hey, maar broers, even jij, hè, want dat, daar hadden wij wel een discussie over. Is het niet sterk vooral meer? Ja. Ja? Denk jij van niet? Nou ja, en zou het saai zijn als Emmen erin blijft? Zeg maar, is dat een saaie uitkomst van de play-offs? Weet je? Dan heb je die hele play-offs gehad. Dat is eigenlijk, ja, het is hetzelfde. Nee, ja, maar nee, maar. Nee, Pek Zwolle en Heracles erbij. Ja, dat is wel. Waar is Mart? Die is te laat. As always. Ja, wat zeg jij nou? Ja, hij is echt te wat laat. Wat zeg jij nou? De chef Perry Hendricks doet net. Laatste minuut. Ja, daarna camera's uit. En waar is Mart? Waar is Mart? Nou. Nou. Hij komt daar in de verte aanlopen. Ja. Tijd! Ja! We gaan opruimen. Hey Mart. Goedemiddag. Dat jullie nog gekomen. Leuk dat je ook nog tijd had. Camera's uit. Perry, ja, camera's uit. Wat vind je ervan dat Mart nu pas aan komt lopen? Ja, hij is wel in de laatste minuut. Dus, ja. Maar hij ziet er wel gezond uit. Zeker. Nou, vind je dat, ja? Hij is zijn bril erbij. Dat is de eerste. Ik weet niet waar jij vannacht geslapen hebt. Dat is de eerste in 5 jaar die dat. Een goede 4 uur slapen. Dat is tactiek toch? Door ja, midden. Ja, maar dat werkt, hè? Ja. Dat werkt. Hey, tien van je creativiteit, man. Ja, hey, maar is wel zo toch? Ja, mijn vrouwtje ging helemaal stuk. Ja? Ja, goed zo, goed zo. Ja, goedemorgen. Dat werkt. Hallo, hallo. Hoe zit het? Het valt er mee, man. Van jou? Lekker, man. Goed. We gaan een diepte interview. Een diepte interview. Oh, dan ga je niet heel diep van. Hey man, goed? Ja, lekker, ah, lekker. Het is alleen nog zonnebrillen bij jullie. Ja. Mag niet meer, hè? Pet heb ik al op. Ik ben boos geworden. Jullie zijn ongelooflijk. Heel de medewereld, heel de voetbalwereld heeft meegekregen. Niemand neemt er zelf kikker mee zitten. Nee, en ik ben daar verantwoordelijk voor. Als head of content. Maar mijn mensen luisteren. Dit is de beste manier dat er over je gesproken wordt. Ja. Dat het iets met mensen doet. Zeker. Moet ik eigenlijk wel bij jullie staan? Of? Jazeker. David, ben je een beetje bijgekomen van afgelopen zaterdag? Ja, jawel. Dat was wel een lange dag natuurlijk, met die verlenging ook erbij, strafschoppen. Dus ik ging geloof ik 1 uur van huis en ik denk dat ik iets van 10 uur thuis was of zo. Dus het was echt een lange dag. Dagie. Maar wel met een goede afloop, hè. Dan is het altijd een stuk beter. Die pingels, daar was ik namelijk gebleven, qua volgorde en verlenging. Ja, nee, sorry. Die pingels. Ja, bizar. Maar heb je dit ooit meegemaakt? Nou ja. Heb je het ooit gezien? Ik in ieder geval nog nooit. Nog nooit inderdaad, dat een... Ja, dat de tegenstander eigenlijk gewoon helemaal geen pingel maakt. Dus dat was echt, echt bizar. Ja. Maar ja, Bakker gewoon top gedaan. En ja, ik hoop dat hij de komende 2 wedstrijden net zo goed keept als afgelopen vrijdag. Want dan hebben we een goede kans om te winnen. Ja. Ik vond het mooi dat die Kees de Boer miste volgens mij. Dat was trouwens de beste ingeschoten volgens mij. Ja. Toch? Dat was ja, echt die pakte die echt goed. Ja, die pakte die echt goed. En iedereen ging daarheen, ook mensen van de staf. En ja, ik weet niet, Noordin ging als een malle die kant op, waarschijnlijk omdat zijn vriendin er zat. Maar, dus ja, en misschien had hij wat goed te maken. Ja, ik denk het. Nou ja, is wel als een gek erachteraan. Ja, was gewoon ontlading, omdat als je zeg maar, je bent een heel seizoen met elkaar bezig en je doet het zo goed eigenlijk. En dan in zo'n wedstrijd doe je er eigenlijk alles aan om die wedstrijd te winnen. Ik zag na de wedstrijd 45 schoten. En dan is die ontlading wel groot als je dan naar penalties alsnog wint. Ja. Maar ik hoop dat we toch de komende wedstrijden wel wat vaker gewoon het net weten te vinden in de normale, in de reguliere speeltijd. Nu FC Emmen. FC Emmen, ja. Ja, goede ploeg. Maar ja, ik denk dat wij ook een goede ploeg zijn. Ik denk dat beide ploegen niet voor elkaar onderdoen. Ik denk ook dat het de eerste keer sinds een hele lange tijd is dat de degradant tegen de nummer 3 speelt. Ja. Dus ja, dat wil wel zeggen dat denk ik de twee... best overgebleven teams tegen elkaar gaan spelen. Twee sterkste. Ja, denk ik wel. Je hebt een teamgenootje die ook voor FCM heeft gespeeld. Weet je wie dat is? Jaddy, toch? Is het Hilteman? Of nog? Zeker. Of waar gaat hij naartoe? Ah, nee, dat is wel wat anders. Ja, Hiltemannetje. Agil. Ja, toch? Ook. Agil. Halfjaartje. Agil heeft elke club gehad in het noorden. Of niet? Veendam, Heerenveen, Emmen. Oh, dat wist ik eigenlijk niet. Ik wist wel dat hij bij Veendam had gezeten, maar Emmen wist ik niet. Wij kwamen er niet op, Mart en ik, toen we gingen kijken. Dat zou wel kunnen. Ik weet wel dat hij inderdaad daar in het noorden heeft hij echt veel clubs gehad. Dus, keurig, man. Maar inmiddels een echte Almere, denk ik, toch? Ja, hebben jullie Emmen al geanalyseerd en het strijdplan al echt klaar ook? Of? Ja,
Uiteraard, nee, zou, uiteraard zou ik bijna zeggen, ja, gelijk ja, na de wedstrijd zaten we tijdens het eten, dus stond op de beamer, stond NAC Emmen op. Okay. Zit je al een beetje te kijken en ja, gisteren en vandaag stippelen de trainers het plan uit en daar gaan wij ons aan houden. Ja. Succes morgen, man. Ja, dankjewel, hartstikke bedankt. Dus gaan, man. Dankjewel, bewust. Man. Wij zaten tijdens de wedstrijd aandachtig op je te letten. Weet je nog waarom? Voor die schaatsjes? Ja. En we telden minuut 6. Ja. Toen zagen we de eerste. Maar we hebben in totaal... Dat waren er 2. Nee. Hebben we er geen 5 geteld. Nee. En je had er wel 5 beloofd. Oh, sorry. Dan moet het... Het waren er vier. Diep en diep teleurgesteld. Je had ze na minuut 23, had je er 4. Ja. Maar had je nog 90 minuten voor een schaartje? Ja. 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 Wat moet je dan? Elke seconde naar je te kijken. Heb ik echt maar 4 gedaan? Ja, maar echt 4 schaartjes. Nee, maar dat komt omdat je druk op me hebt gezet. Je zei oh, dat is onze schuld. Dat is onze schuld. Je zei tegen mij, je moet er minimaal 5 zetten. Oké. Okay. Nou, dan misschien de laatste wedstrijd dan. Ja. Ja, de laatste wedstrijd. Zouden wij fantastisch vinden. Ja, zeker weten. En hoe is het dan, dat familie en vrienden? Heb je nu heel veel mensen die heel graag willen komen kijken en anders niet echt? Of dat je daar ook nog shit voor moet regelen? Dat hoor je altijd bij spelers die ineens bijvoorbeeld een grote bekerfinale spelen of zo. Als ik echt eerlijk moet zijn, ik heb sowieso best wel veel support van familie en vrienden. Echt? Door het seizoen. Oh, leuk, ik had man. Altijd wel echt minimaal 5, 6, 7 man die kwamen kijken. Oh, wat leuk. Alleen nu loopt het wel een beetje uit de hand. Ja. Ja. Maar dit is wel... Moet je ook mensen teleurstellen? Dat je zegt, ja maat, dan had je maar moeten komen tegen de Graafschap en tegen... Ja, Dordrecht thuis, toen was je er niet. Ik ga dat niet zo zeggen, maar... Dat is wel zo. Nee, het is nu wel echt veel meer dan... Gaan er ook veel mee naar Emma? Er zijn wel veel aanvragen inderdaad. Ja, dus man. Ik weet nog niet wie er gaat komen, maar... Kan je eigen bus regelen? Kun je er misschien nog wat aan verdienen? De Akio-bus. De Akio-bus. Misschien kunnen wij dat dan regelen voor je. Als er echt zoveel vrienden en familie zijn, dan regelen we een bus. Ja. Echt? Ja, hoor. Als jij 50 man bij elkaar ja, 50 man past er in zo'n bus. 50 is te veel, dan moet ik heel de buurt uitnodigen. We kunnen ook zo'n klein busje. Gezellig, toch? Hoeveel past er in zo'n klein busje? Geen idee, maar regel maar eens kaarten. Dat zou ook nog lastig worden. Ja, dat zou ook wel lastig zijn. Kaarten gaat wel heel moeilijk worden. Ja. Ja. Door de hekken breken. Nee, dat weet je niet, hè? Nee. Dinsdag moet je hier thuis en dan zondag uit. Mm-hmm. Daar kan het gebeuren. Dan zit je in Emmen. Je hebt altijd van die vervelende mensen die er dan doorheen lopen. Ja. Zou die een beetje camera geil zijn, denk je, of niet? Ik heb geen idee, man. Misschien moeten ze een podcast gaan maken. Nee, mooi. Maar dat het zondag uit gebeurt, dan gebeurt het in Emmen. Dan is het daar natuurlijk één groot feest. Stel, als het lukt. Als het lukt. En dan ga je terug hierheen. En dan is het hier één groot feest. Eigenlijk heb je 2 keer dan... Ja, daar heb je 2 grote feesten. Ik denk niet dat we gaan slapen dan, man. Dan denk ik ook niet dat er geslapen wordt, man. Dan denk ik ook niet. Hey, dankjewel, man. We gaan je morgen weer zien. Ja. Ik heb die schade terug. Nee, je mag ze houden, man. Wat moet ik ermee doen? Ja, ja, geen idee. Zoek het uit. Ja. Kan zo. Wat ga je ermee doen? Moet je nou wat vier schade? Je kan hier het gras nog even bijpunten, misschien. Ja, gras met 4 schade. Ja, maar wat moeten wij met 4 schade, man? Jij doet er maar 4. Ja. En als ik er 5 zou doen, had ik een grote gouden schaar, een trofee. Oké, dan geef ik deze nu terug. En dan als ik die 5 schaar, dan haal ik krijg die 5 schaar. Is goed. Dan krijg ik die, nee, niet tegen. Ik wil die grote. Ja, is goed. Die gouden schaar. Die grote gouden schaar. Grote gouden schaar. Gaan we doen. Nou, ja? Dankjewel, gaan we zien. Thanks. No problem. Ik merk nog steeds niet echt spanning in Almere. Ze zijn niet zenuwachtig of zo, volgens mij. Of heb jij van wel? Nee, ik vind het ook echt best wel sick dat Damien van Brugge zegt dat het heel erg aan elkaar gewaagd is. Ja. Want als ik Almere supporter zou zijn, Almere City fan, zou ik toch denken dat Emmen is echt een stuk sterker. Ja, maar ja, dat ga je niet zeggen. Nou ja, kijk, je merkt bij Emmen een soort die underdog-rol wordt toch ook heel vaak gepakt? Ja. Die? Die underdog-rol. Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Maar ja, misschien leeft het wel gewoon bij hen dat ze echt... Ja, dat gevoel heb ik van wel. Ja, man. Ja. Want je merkt bij Emmen een soort beleefdheid. Van die willen ook gewoon niet de andere clubs tekort doen. Bij NAC waren ze heel erg bewust van het feit dat andere ploegen beter waren. En hier, ja, ze geven zichzelf echt een hele grote kans. En ja, ik denk persoonlijk dat dat een beetje voorbarig is. En dat Emmen echt veel sterker is. Maar... Wie ben ik? We gaan het morgenavond zien. We gaan het morgenavond zien. We gaan het morgenavond zien. Over? Hoeveel uur? Ik denk een uurtje of 28. Nou, zo'n 30. Boezie, jij moet voetballen. Dus ik moet zelf voetballen. Wij zijn met z'n tweeën. Ja. Nou ja, dan gaan we dat dus even heel kritisch watchen. Dan gaan we dat eventjes
door een voetballersbril bekijken, ja. Martijn Haven. En dan mag ik leien dat gewoon de hamburgers weer terug zijn. En dat zo, niet die waren lekker. Grill, die broodje niet... Angus burger. Ja, die was echt lekker. Vorige keer was er dus een Texas grill beef ding. Dus dat was echt niet goed. Nee? Nee, dit was echt tweede divisie niveau. Okay. No scran. Het moet beter. Okay. Moet echt beter. Ja. Veel plezier morgen, jongens. Dat details stellen. Ja, jij ook. En jij succes. Tegen Zwammerdam? Tegen het derde van Floriant. Zo, ja, jij hebt wel je prioriteiten. Dat is duidelijk. Dat is belangrijk. Ja, dat is duidelijk. Je bent aanvoerder of je bent het niet. Lars, hey. We zijn hier al wel eens eerder geweest door Mega City. Ik heb een soort déjà vu dat ik wel eens een keer daar eerder heb gezeten, geloof ik. Ik heb net mijn visum verlengd voor Almere. Want je mag maximaal 5 keer in 2 weken daar komen. Ja, dat gaan we helaas overschrijden. Ja. Verder heb ik nog best wel trek. En lijkt het mijn tijd, want... Ze hebben hier heerlijke hamburgers. Soms. Ja. Wat denk je dat het wordt? Ik hoop in ieder geval niet dat het vanavond al beslist is dat het 0-2-0-3 wordt. Want dan wordt het gewoon heel taai zondag. Dan rij je helemaal naar M, terwijl je al weet wat er gaat gebeuren. Ja. Dus ik ga zeggen 2-2. Ik denk ook dat het gelijk wordt. Wat denk jij, Tom? Ik denk 2-1. Dat wordt het sowieso niet. Nou, veel plezier, jongens. Ik was hier afgelopen week met broer Stol. Ja. De hamburger, de Engelsburger, de Engelsburger was niet. Kijk, is het nu wel? En nu is hij terug. Omdat ze wisten dat ik kwam. Ja, nou, pak jij hem even aan. Heerlijk. Nou. Hebben jullie niks aan? Nee. Tommy, ja. Wij dachten aan Akuyobi. Ja. De gouden schaar ja. uit de Rijk. Ik heb echt staan klussen als een malle. Handarbeid all over again. Hij is wel prachtig geworden. Hij is prachtig geworden. Ja. Geschorst. Heel fijn. Ja. Had hij dat niet even tegen ons kunnen zeggen? Ja, goed, maar ja, dus we moeten hem nog even bewaren. Ja, zondag. Oh! Ik telde hem al. We hebben een pingel langs. Penalty alarm, Almere City. Hang hoor. Ja? Denk je niet? Hang hoor. Ja! Ik ben er blij mee. Roekoe! Ja! Dit ziet er heel slecht uit voor hey, even voor de duidelijkheid, ik heb niks tegen FCM, hè, dat het duidelijk is. Maar daar staan we, Mark. Het zit erop. 2-0 Almere. Wie had dat gedacht? Ik niet, man. Ik niet. Ik ook niet. Uitzinnig jammer stadion. Gefeliciteerd, man. Thanks, man. Ik heb als een malle heb ik lopen zwijten voor de gouden schaar. Ben je geschorst? Maar wist je dat niet? Ja, ik heb hem bij me, maar je bent geschorst. Volgende wedstrijd toch? Ja. Ik dacht dat jullie dat al wisten, man. Nee, geen idee, joh. Nee. Maar, jullie waren goed ouwe vandaag. What the fuck, man. Ik had het echt niet verwacht. Ik wel. Het ongemak is, ja. Yo, Mickey. Yo. Zonder maat. Ja, zeker weten. Ja, de Rembrandt van Rijn van Almere. Ja, gefeliciteerd man. Ja. Wat eet je? Oh nee, mag je wel opeten hoor, maak je niet druk. Ja, tuurlijk jongen. Hoort erbij, we houden alles real. Ja. We houden alles real. Internettelevisie zouden we vroeger altijd. Hè? Tommy, als je kan, dan kunnen wij ook. Jorrit, wij gingen deze wedstrijd in als supporters met het idee Emmen veel sterker dan Almere. Maar what the fuck? Wat een verrassing. Ja, voor ons geen verrassing, maar natuurlijk Emmen Eredivisie ploeg, heel veel goede spelers, maar we wisten dat we dit moesten doen. Kort erop zitten, duels aangaan, hebben we denk ik prima gedaan vandaag. Ja, en hoe hebben jullie ze dan een beetje ontmanteld? Want eigenlijk van alle voetbaltechnische kwaliteiten met Diemers en Romani en zo, kwam helemaal niets terecht. En vooral hoog druk zetten, niet zorgen dat de jongens aan de bal komen, dus vooral ver van ons doel afhouden. Zorgen dat we echt gewoon pressie spelen, waardoor ze niet heel makkelijk aan de bal komen. Als ze aan de bal komen, kunnen we kort zitten. Kijk, je ziet op het einde, als we ze laten voetballen, dan hebben ze wel ruimte. Dan kunnen ze het wel goed. Dus vooral hoog druk zetten en niet aan de bal laten. Ja, dus alle bravoure die we hier gehoord hebben, die was niet helemaal onterecht. Die was niet onterecht. Nee, die was niet onterecht. Nee, die was niet onterecht. Nee, ja, ik verbaasde me ook. Maar ja, het was ook om te zien, hè, volgens mij binnen een paar minuten zagen we al
veldmaten onder een bal doorgaan. Hoe kijk jij daar daarna? Denk je van, dit zou wel eens een dagje kunnen zijn dat we ze kunnen hebben? Ja, je ziet wel vanaf het begin af aan dat zij er niet heel lekker in zaten. Dan weet je wel van, oké, daar zit wat in. Maar je moet gefocust blijven, want je weet ook in de play-offs in goal is een heel groot verschil. En hoe is het dan nu dan met een beetje die spanning voor die volgende wedstrijd al? Want je hebt toch eigenlijk zoiets van, ik wil hem eigenlijk nu spelen, dat het nu klaar is. Het lijkt me een hele lange... Wat is het, 72 uur die je nu tegemoet gaat? Ja, mijn lichaam kan nog even niet, maar als het aan mij lag, spelen we morgen vroeg alweer. Dat is zo, je wil in één keer door nu. Maar we moeten gewoon rustig blijven, is één helft gespeeld en de volgende helft is bij hun. De koning van de play-offs tot nu toe ben jij? Ja, als je het zo wil noemen, dan vind ik dat een hele grote eer. Ja. Nou, dankjewel. Ja, bovenal door het shirt natuurlijk, voor Kika. Het is nog steeds niet gelukt om het te veilen. Want nee, we hebben wel een bot binnen, 50 euro. 50, dat had ik gezien, dat had iemand naar mij gestuurd onder de YouTube-reacties, ja, toch? Ja. Ja. Oh, dat check je allemaal. Goed begin. Nee, ik kreeg het doorgestuurd. Oh, ja, okay. Dat is mooi. Hey, maar we gaan wel voor een hogere prijs natuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar vandaag, laten we beginnen, viel Emme jou tegen? Ons wel. Ons wel namelijk. En niet om... Niet een beetje ook. Ja, maar misschien doe je ons daar dan wel mee tekort, denk nee, ik. Nee, we vonden jullie heel goed, maar de tendens was toch bij voorbaat een beetje van... Ja, ik snap wel wat je bedoelt, maar ik vond het alsnog soms nog wel een lastige wedstrijd, hoor. Ik vond Emmen daarin wel echt... Merk je wel dat het eredivisieniveau is en dat je wat minder ruimte krijgt om te voetballen, vergeleken met VVV in Eindhoven. Kijk, Emmen geeft je wel het idee dat je kan voetballen, maar echt in de zones waar ik gevaarlijk wil worden en kan worden, daar laten ze dan niet echt toe. Dus, nee. Al met al vond ik het nog wel dat ik soms dacht van nou, ik had wel iets meer ruimte. En hoe erg is dan een verschil dat het dan bijvoorbeeld op kunstgras is en dat het dan bij die gasten thuis is? Van in de realiteit, dat zijn toch zulke andere wedstrijden, maar ja, jullie hebben laten zien eigenlijk beter te kunnen voetballen, toch? Ja, maar dat zal wel een verschil zijn. Kunstgras, zij zijn het gewend, wij spelen dat er nooit op. Dus het is wel een voordeel voor ze, denk ik, maar wij moeten gewoon van onze eigen kracht uitgaan. Dat hebben we vandaag ook gedaan. Dus je gaat druk zetten daarin hebben? Ja, dat zullen we gaan analyseren, maar... Durf jij dat? Ik denk zeker dat we dat durven, ja. Zou jij het durven, Lars? Nou ja, ik vraag me dat wel af. Kijk, als je met 2-0 wint, kijk, dan moeten zij sowieso... Oh, dan wordt hij... Ja, wat hier op de grond is. Dat is heel gelovig. De finishing spray van Makkali. Er komt straks een muurtje hier staan. Ik weet niet wel. Maar, nee, maar zeker als je met 2-0 wint, kijk, dan moeten zij echt volle bak. En ben je dan... Dat is nu nog te ver vooruitkijken, maar zij gaan dus echt vanaf minuut 1 gaan zij jullie daar ook onder druk zetten. Dat denk ik wel, maar weet je, als wij je ziet op het einde als we achteruit gaan lopen, krijgen we het ook moeilijker. Dus ik denk vooral dat we niet te ver achteruit moeten lopen en gewoon zo ver mogelijk van ons eigen doel moeten spelen om ze niet te dichtbij te laten komen. Wat zou jij doen? Ik zou niet gaan ingraven. Ik zou gewoon lekker hetzelfde doen als wat we vandaag hebben gedaan. Ik denk dat we dat echt nog wel één wedstrijd kunnen opbrengen. Ja. En zeker wetende met... Wat voor wedstrijd je speelt. Ja, ik ben nog wel ergens benieuwd naar. Want de tendens van in Nederland is toch een beetje... zeker als dan het is jullie tegen Emmen. Heel veel mensen die zeggen van... Ja, Emmen, meer een eredivisieclub. Wat heeft Almere er nou te zoeken? Kun jij eens uitleggen van... Waarom jullie dat wel verdienen? Waarom moet gewoon Almere... de club? Ja, wel toch? Ja, ik vind dat de club het verdient. Ik vind sowieso dat... De club werd altijd gezien als het lelijke eentje van het tafel. Dat is het echt al lang niet meer. Ik denk dat jullie zijn nu ook een aantal keren geweest. Zeker, hier. Dus het is echt professioneel. Nee, voor de spelers is alles... Het is fucking professioneel. Alles is top geregeld. Ja. Alles wordt in staat gesteld om gewoon te presteren. Ik hoef me daar alleen druk om te maken. Ik hoef me niet om andere dingen druk te maken. En ook gewoon nu vandaag en ook VVV thuis. Hoe het stadion gewoon leeft. Zeker. Dat ga je in de Eredivisie ook krijgen als we erin komen. En daarnaast, Emmen is wat dat betreft natuurlijk ook een voorbeeld. Die kwamen ook in de Eredivisie zonder ooit in de Eredivisie gevoetbald te hebben. Bijna, ja. Precies. Ja, dus die hebben het ook. Ja, en ik denk ook dat deze club met het beleid wat gevoerd wordt, dat het echt kan uitgroeien tot een hele stabiele Eredivisieclub. Dus, ja, man. Ja. En je hebt het ook nodig toch als je nu 11 bent en je komt uit Almere, dan zie je nu ook dat het ook succesvol kan zijn. Inderdaad, dan kan je ook supporter worden. Voor die nieuwe generatie zou het zo mooi zijn om te promoveren, zodat zij daarmee opgroeien. En dan kan deze club echt gaan doorgroeien. Ja, mooi man. En dan ben jij daarvan de ster. Jij kent de jongens van Kamp Zeedorf. Zeker. Als Lens Duivenstein Almere naar de Eredivisie schiet, moet er dan een Lens Duivenstein Kamp Zeedorf piece kopen? Ik sluit niet uit. En moet jij dat dan gaan regelen? Ik sluit niet uit dat ze nou vanavond al bezig zijn. Nee, dat zou een hele grote eer zijn. Kijk, nu zijn we fanboys, hè. En dan zondag branden we je helemaal af. Maar zo is het ook toch. Als het zondag weer helemaal niks is, dan... Mooi man. Maar dit was in ieder geval waanzinnig. En zeker omdat sommigen toch wel iets hadden van... Laten we hopen dat niet Emmet misschien vanavond al beslist. Als die 0-3 wordt vanavond. En ik bedoel, daar heeft het vandaag... zondag niks aan. Nee, precies. Dus alles nog om voor te spelen. Ja, zeker. Mooi weten. Man. Echt leuk. Ja. Nice. Mooi. En wij hebben de afgelopen weken ook uitgebreid aandacht besteed aan jouw baard. Ja, en jouw kapsel. Snor, hè. En snor. Ja, wij en zouden allebei willen dat we nog zo'n kapsel hadden. Wat doe je allemaal met je baard? Niet heel veel. Eén keer in de 2-3 weken naar de kapper en dan wordt hij een beetje bijgewerkt. Je gaat niet naar een barbier. Nee. Gebruik je baardolie?
Ja, heb ik wel. Kijk, dat hebben we wel. Ja. Nou, dat is wel grappig. Heb ik eigenlijk pas eens een weekje. Want mijn vrouwtje, ik heb je al verteld, zij vond het helemaal geweldig dat je dat hebt gezegd. Zij heeft een bepaalde olie gegeven, maar ik gebruik hem niet heel structureel als ik eerlijk ben. Mag ik niet zeggen nu eigenlijk, maar... Nee. Ja, ja. Dus ik gebruik hem wel eens, ja. Want onze vriend, in ieder geval voormalig of voetballer Mario Bilate, die adviseerde Lars om ook naar een barbier te gaan. Ja. Maar daar is hij nog veel te weinig baard kan voor. Kan ik er nog wat van maken? Ja, 100%. Ja? Tuurlijk. Dat zeg je uit Limburgse beleefdheid. Nee, maar contourtjes bij je weg, komt alles goed. Ja, oké. Okay. Ja, mooi. En verder, wat er ook wel zo is, Maarten de Fokkert, jou misschien wel bekend, heeft bij ons gewerkt ook. En die had het er altijd over dat jij vroeger de meest irritante speler was om tegen te spelen, omdat je helemaal gek dat was. Dat zei Robin van der Meer trouwens ook. Robin ook, ja. Robin zei ik denk ook wel... ik denk dat ik buiten het veld een hele lieve jongen ben en heel rustig, maar in het veld doe ik alles om te winnen. En mijn moeder kwam vroeger wel eens bij mijn wedstrijd kijken dat ze zei van, ik herken die jongen niet, je bent mijn zoon niet. Ik heb niet vervelende dingen, of wel vervelend, maar niet buiten het boekje zeg maar wel in het veld wel heel vervelend dingen. Je werd hartstikke bedankt. Ja, thanks jullie ook. Ja, tot. Denk jongen. Of wat is het? Zondag. Zondag. Het lag niet alleen aan die penalty, toch? Vandaag, dat die zo makkelijker weggeven. Tweede helft vond ik wel. Ja. Eerste helft hadden zij inderdaad meer kans op een doelpunt, klopt. Maar ja, die kom je dan door. En dan kan je dingen gaan herstellen in de rust. Ja. Waarvan ik vond dat we dat goed deden. Maar ja, dan die panel, dat is wel heel zuur. Ja. Ja. En heb je dan ook zoiets dat je echt Zivkovic helemaal verrot wil schelden? Of denk je van, dat heeft geen zin? Dat heeft, zo zit ik niet in elkaar. Nee. Iedereen is daarin anders, maar zo zit ik niet in elkaar. Hij wordt het hele seizoen, hij heeft een lastig seizoen. Ja. Veel mensen verwachten natuurlijk meer doelpunten van hem. Alleen hij wordt wel altijd geprezen om zijn werklust. Ja, schakelt er vandaag ook heel vaak mee om. Nou ja, precies. Ja. Alleen als dat dan vandaag zo uitpakt, ja, dan ben je daar natuurlijk iets minder blij mee. Het was echt verdedigen door een aanvaller, toch? In eigen 16. Zo leek het wel een beetje, ja. Wij zouden misschien iets eerder het stadion uitschieten. Ja. Hoe zit het nou met dan, hoe kijk je dan naar zondag toe? Zeg maar, je zal vanaf minuut 1 moeten. Ja, je hebt jezelf gewoon een stuk moeilijker gemaakt. Kijk, uit bij NAC win je met 1-2. Dus zullen zij wat moeten. Nu is de taak gewoon heel simpel geworden. Je hebt jezelf heel moeilijk gemaakt. Maar vol gas erop. En daar gaan wij kijken wat daarin de beste methode is. Het advies is natuurlijk wel duidelijk. Het is nog lang niet gespeeld. Of volgens mij denkt niemand dat ook. Nee, wat ik zeg. Je hebt het jezelf heel moeilijk gemaakt. Was echt, we hadden op iets heel anders gehoopt en ook wel verwacht. Ja. Maar het is zeker niet over, nee. Oké. Nou, top. Dan gaan wij rennen voor de auto. Ja, dan gaan wij snel hartstikke rennen. Hartstikke bedankt, Jeroen. Dankjewel weer. Tot vrijdag zijn we er weer. Komt zondag pas weer. Okay. Ja, nou. Kijk, zie je, hebt ook verdiend. Jij werkt wel harder. Ja, precies dat. Precies dat. Nou, thanks Jeroen. Wij gaan rennen. Thanks, hè. Hartstikke. We zijn aan het racen voor de laatste trein van 10:55. We hebben nog 8 minuten en het is nog 6 minuten rijden. Ja. Dus dat kan wel eens lastig worden. Veldmaten gesproken. Ja. Wat was jouw gevoel? Mijn gevoel was dat... Emme optimistischer deed dan hoe ze waren, vond ik. Maar ik denk wel dat Emme nog alle kansen om te winnen. Tuurlijk, dat we hadden zoveel kwaliteit dat ze makkelijk 2 of 3 doelpunten kunnen maken. Dus ik dat geloof ik nog wel. En gaat nu wel spannend worden. Voor Almere, het is wel echt heel sick dat onze grote vriend Rens Duivenstein zichzelf naar een soort legendarische status kan schieten. Lens Duivenstein gaat voor een Kamp Seedorf kunstwerk. Ja man, maar oprecht, want dan heeft hij toch de grootste prestatie geleverd als individu in de clubgeschiedenis. Dan heeft hij wel de meest belangrijke dingen inderdaad gedaan voor de club. Dan moeten wij nu gaan rennen naar huis. En dan wordt het denk ik ook eens tijd dat ik ga kijken naar een eigen auto. Want Broes heeft me thuis gebracht in Emmen. Ja. En nu moeten we strijden naar het station in Almere. Ja. Maar goed, dat is voor later. Misschien doen we nog wel even een bommelding met z'n man wachten. Vrienden, slaap lekker, drink bier, zet op je auto's.